In een kleine herberg in Bethlehem zijn de herbergier en zijn knecht Aljan aan het werk. We moeten plannen. Waar heb jij het over? Plannen! Dat is de economie. Dingen van tevoren regelen. Zorgen dat dingen niet of juist wel gebeuren. Wat een modern gepraat allemaal. We hebben een herberg, hè? Er komen hier gasten en die willen een kamer. Die blijven een nacht of voor mijn part een week. En dan gaan ze weer weg. Kun je niet heel veel plannen, hoor. Er komt een moment dat we vol zitten en nee moeten verkopen. Vol zitten? Nou, dat is in mijn leven nog niet gebeurd, jongen. Nou, dat moment is misschien sneller dan je denkt. Ah, de wijn. Zo, dit zijn voorlopig de laatste. De Romeinen kopen alles op en betalen zeker twee keer zoveel als jij. Hè? Ongeveer 150 kilometer noordelijker, in het stadje Nazareth, is ook Jozef de Timmerman in zijn werkplaats hard aan het werk. Zijn vriendin Maria komt gezellig even langs. Hoi Jozef! Ik kon gewoon niet langer zonder je. Ik moest je even zien. Maria, wat ben ik blij je te zien. Je ziet er stralend uit. Als een engel. Ach Jozef, een engel ziet er toch heel anders uit dan ik. Ach, hoe weet jij nou hoe een engel eruit ziet? Jozef, niet zo ongeduldig. Wacht liever tot we getrouwd zijn. Wachten? Wachten? Een man moet altijd wachten. Jozef, kijk uit. Straks doe je me nog pijn. Nooit, Maria. Ik zou jou nooit pijn doen. Nou, daar vertrouw ik dan maar op. Keizer Augustus, de grote heerser van het enorme Romeinse Rijk, zit op zijn troon te piekeren over zijn inkomsten uit de belastingen. Lucius! Lucius, kom onmiddellijk hier! Sorry heren, wat kan ik voor u doen? Jij zou de belastingen controleren. Weken geleden al! Maar ik heb hier niets! Ja, maar ik ben alleen maar keizer over zo'n enorm rijk. Enorm rijk, ja. Maar rijk ben ik niet. Het geld zou hier binnen moeten stromen. Maar er stroomt er helemaal niet. Ja, maar waar blijft het geld? Ja. Dat weet jij niet, hè? Denk jij dat een van de medewerkers hier geld achterover drukt? Nee, dat denk ik niet, nee. Oh, darling. I'm in heaven. Ik ook. Met wolkentoetje van Dr. Utker. Een luchtig toetje. In de hemel is het rustig. Terwijl op de televisie de reclame begint, spelen de engelen een spelletje Monopoly. Hey, Briel. Dat is de hemelpoort. Dat is betalen. Nee, Malak, dat is niet waar. Ik heb de hemelpoort. Je moet eens even goed kijken. Jij hebt de melkweg. Melkweg. Dit is de hemelpoort. Die is van mij. Betalen. Dankjewel. We onderbreken het programma voor een directiebericht. Bestemd voor Engel Briel. Oh, kijk uit, joh. Briel, je krijgt hierbij het bevel om naar aarde te gaan. Daar ga je aan Maria vertellen dat ze een kind zal krijgen. Maria wie? Maria van Jozef. De timmerman in Nazareth. Dat kan ik niet. Dat wil ik niet. Dat durf ik niet. Ga, Briel. Ga, Briel. Je hoort het toch? De herbergier bekijkt met zijn dochter Egila en zijn knecht Aljan de mogelijkheden van de stal, die voorlopig nog bezaaid ligt met stro en keutels. Kijk, dit bedoel ik nou. Deze stal kunnen we toch best een beetje verbouwen? Ja, vader, hier kunnen we toch best een paar leuke kamers van maken. Wat hebben jullie voor een idiote plannen? Gasten in een stal? Dat kan toch niet? Waar moeten ze dan hun bagage laten? In de kribben? En denk je dat ze daar ook nog voor gaan betalen? Ja,
We moeten het nog een beetje opruimen, maar... Ja, en qua geur merken ze toch niks met de andere kamers. Nou. Wij hebben tenminste ideeën. Ja. Weet je wat? Een stal is altijd voor herders geweest. En dat zal altijd zo blijven. Oh, wacht maar tot ik eigenaar ben van deze herberg. Maar dat kan alleen als wij getrouwd zijn. Ho, Eva. Als we trouwen, dan word ik de eigenaar van de herberg. En jij blijft gewoon knecht. Dus ruim maar op die stal. De stal opruimen? Ik ben toch niet gek? Nou, je hebt je vleugels. Alles zit goed vast. Aan je touwtje trekken en hard trekken. Bij nul. Bij nul, ja. En niet de boeven prutsen. Gewoon je best doen. Ja. Ja? Nou, hup. Wat een pech. Briel is in een boom geland. En nu zit hij vast. Dan hoort hij een vriendelijke stem. Hallo, ik ben Maria. Kan ik iets voor je doen? Ah, gelukkig. Zou u misschien voor mij hulp willen halen? Maria, maar dan heb ik een belangrijke boodschap voor u. Voor mij? Kom je malen, we moeten oefenen, want over 9 maanden hebben we een eenmalige opvoering met het Engelkoor. Eenmalig maar? Ja, het moet concert van het millennium worden. Of beter gezegd, concert van alle tijden. Toch? Dan moeten we maar snel gaan oefenen, of niet? Ja. En als je nu eens schommelt? Schommelt? Dan raak je misschien los. Vertel me dan nu maar eens over je boodschap. Ja, heerlijk. Ga door. Je moet uw rug niet zo zwaar belasten. Belasting? Precies waar ik over na zat te denken. Lucius! Ja, zegt u man. Weet je nou hoeveel belasting ik kan verwachten? Nee, nog niet. Maar ik maak vorderingen. Wat heb je daar? Calculator? Het is een nieuw model. De allerkleinste. Mensen noemen het de zakromein. De zakromein. Zal ik eens vertellen hoe ik jou noem? Nee, dat hoeft niet. Ik reken het nog even na. Volgens mij moet je eerst je onderdanen tellen om te kunnen weten hoeveel belasting je kunt verwachten. Maar
onderdanen tellen? Dat ik daar niet eens aan heb gedacht. Schrik niet, Maria. Maar je zult een kind krijgen. En het de naam Jezus geven. Het zal een bijzonder kind zijn. Een kind dat mensen losmaakt. Ze zal bevrijden. Hij zal een koning zijn over Israël. En zijn koninkrijk zal voor eeuwig duren. Hoe kan dat? Ik heb toch geen man? De Heilige Geest zal over je komen. Ja, kom met dat soort dingen ook niet bij een engel aan, want daar heb ik helemaal geen verstand van. Waarom niet? Ja. Engelen zijn geslachtsloos. Huh? Wat lijkt me dat verschrikkelijk. Ah, val mee hoor. Kijk, als je niet weet wat je mist, dan mis je er ook niks aan. Ik vind het zo verschrikkelijk. Het geeft niks hoor. Ik vind het zo erg. Ik snap het wel hoor. Nee, dat niet. Hoe ik terug moet. Terug? Ja, de parachute. De parachute werkt wel even boven naar beneden. En niet andersom. En ik kan niet vleugelen met mijn wapperen. Met mijn vleugels, want die zijn te veel gewapperd. En ik kan niet met mijn tennisvleugel. Ja, als je dat zelf niet weet, dan moet je hier maar voor de rest van je leven blijven. De rest van mijn leven? Tot in de eeuwigheid zul je bedoelen. Maria probeert te verwerken wat de engel haar heeft verteld. Nadenkend loopt ze de werkplaats van Jozef binnen. Wat ben je aan het maken? Een houten wiegje. Hij wordt mooi. Denk eens in met een zacht matrasje en een mooi dekentje. Het is toch belangrijk dat een baby thuis geboren wordt in alle rust en vrede. In plaats van ergens onderweg of zo. Waar denk jij aan? Ach, ik was maar wat aan het dromen, geloof ik. Wat bedoel je, Maria? Maria! Keizer Augustus, een decreet uit dat iedereen op de hele wereld zal worden ingeschreven. De hele wereld? De hele wereld is mijn rijk. En dat moet nu gebeuren, nu Quirinius nog in Syrië is. Ik wil dat iedereen zich laat inschrijven in zijn eigen stad. En ik wil dat jullie al die gegevens gaan verzamelen en inleveren bij Lucius. Nou, daar zijn we mooi klaar mee. Wat is dat nou weer voor idioot plan? Heb jij dat bedacht, Lucius? Ik? Nee, natuurlijk niet. Dat maak je niet druk. Geen enkele keizer heeft het eeuwige leven. Maar na augustus komt natuurlijk altijd weer in september. Enkele maanden later. Maria is inmiddels hoogzwanger en de grote volkstelling is begonnen. Maria! 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 Kom, we moeten gaan. Waar naartoe? Naar Bethlehem. Ja. Ja, wij zijn toch ook nakomelingen van koning David? Maar dat kan toch niet? De baby moet bijna geboren worden. Ja, daar kan ik toch niks aan doen? Keizer Augustus heeft het ons bevolen. Dit is toch niet te geloven? Maandenlang timmer jij aan bedden en wiegen en ik maar denken dat er eentje bij is voor mij en de baby. Jozef, wat ben je toch volgzaam? Maar goed, als jij zo graag wil gehoorzamen aan de keizer, dan ga ik mijn spullen wel pakken. Doe het ook nooit goed.
alvast een voorlopige prognose. Speciaal voor u gedaan door Mauritius Dondius. Daar heb ik toch niks aan? Ik wil het precies weten. Een momentje alsjeblieft. Zo'n 50 miljoen inwoners. 8 zilverstukken. Bejaarde vrouwen en kinderen niet meegerekend. 10%. Voor mij? Nee. Bovenaf gerond. Op een geheime bank in Helvetica. Maak je maar geen zorgen. Liefje, de enige die zich met mijn rug mag bemoeien, dat ben jij. Jozef en Maria gaan op weg naar Bethlehem. Brielle heeft zich verstopt in de struiken en ziet ze vertrekken. Kom op, schat. Ezel bestellen. Dat is Maria. Als ik ooit nog in de hemel een monopolie met mijn maatje Malak, dan moet ik bij haar in de buurt blijven. Zie je nou wel, ik heb het voorspeld. Gia? Wil je met me trouwen? Trouwen? Ja, het is niet dat we van elkaar houden of zo, maar het is wel handig voor de herberg. Goedenavond. Hebben jullie misschien nog een plekje vrij? Nee, helaas. Sorry, we zijn volgeboekt. Nee. Nee. Maar mijn vrouw is hoogzwanger. Kijk, ze zit daar buiten op de ezel. Jullie kunnen wel in de stal. Het is de enige plek die we nog over hebben. Mijn knecht wijst jullie de weg. Ja, loopt u maar mee. Moe en wanhopig zwalkt Brielle over de donkere velden rond Bethlehem. Ik ben zo moe. Lopen is niks voor een engel. En waar zijn Jozef en Maria uit dan? Ik ben zo ongelukkig. Dan schrikt hij wakker. Een fel licht schijnt in zijn ogen. En er wordt Ere zij God gezongen. En dan hoort hij een stem. Schrik niet, want ik heb groot nieuws voor u. In de stad van David is jullie redder geboren. U kunt het kindje vinden in een kribbe in de stal. Die stem die ken ik. Maar van? Dat is de stem van Malak. Mijn monopoliemaatje! Malak! 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 Malak, neem me mee! Malak! Neem me mee! Neem me mee! Brielle! Waar blijf je toch? En wat zie je eruit? Kom maar op! Natuurlijk neem ik je mee! Yes! Malak tilt de zielsblije Brielle op. En samen gaan ze terug naar de hemel, waar een heerlijk wolkentoetje voor ze klaar staat. Herders, die de boodschap hebben gehoord, zijn ook op weg gegaan. Dit is hem nou. Het koningskind dat ons allemaal zal bevrijden.
En Maria is verwonderd en blij. En ze bewaart alles wat ze hoort, ziet en voelt in haar hart. Voor later.